heb ik even wasje gesorteerd die daar liggen. De honden kunnen jou laten. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik weet niet of voor jullie ook herkenbaar is. Ik kwam eruit bed. En op het moment voelde ik dat ik moest boeren. Ja, daar heb iedereen wel eens. Maar zo erg dat hij gewoon niet wilt. Ik denk van, boer, kom nou. Maar het zit er gewoon vast, weet je wel. En dat had ik vandaag, toen ik gelijk uitging. Maar nu de hele tijd zit ik heet het boeren te laten. Maar gelukkig nu niet. Maar het is ongelooflijk mooi weer. Alleen een beetje bevolkt. De donkere zijn zwart. Zoals jullie zien. Kijk hoe donker de wolken zijn. Eigenlijk best wel donker. Dat geeft wel een vaag gevoel. Gaat het nou, om zo te zeggen, gaat het nou regenen of gaat het nou niet regenen? Maar dan moeten we maar even afwachten. En ik kan wel op buienradar kijken. Ik ga het even doen. En wat ik ook ga doen is even deze opvouwen. Want dan heb ik dat gehad. Maar dan laat ik direct nog even staan. Want dan ga ik daarna, als ik uit mijn werk kom, ga ik dan gelijk een wasje ophangen. Buienradar. Ja, ja, telefoon. Ik ga eens even binnen. Ik ben wel benieuwd naar. Komt de buien aan? Ja, om 7 uur. Maar als ik op mijn werk ben, wat ik al dacht, dus die bui is inderdaad regen, als zo kijk. Maar ja, gelukkig zit ik dan nog binnen en dan heb ik nog een half uur, want ik ga pas 7:30 ga ik lopen ongeveer die rond die tijd. Misschien daarvoor nog, loop ik meestal. Maar tussen 7:30 half uur van tevoren ga ik altijd lopen en heb ik nog even dat ik in de kantine kan zitten ofzo. Dus. Maar dan gaan we de kanaal dadelijk klaarmaken om naar werk te gaan. Want 8:00 moet ik vandaag beginnen. Maar ik ben benieuwd hoe heftig de bui is. Voor mij eerst heftig regen en daarna gelijk klaar. Maar we gaan het zien. Dus nu maar even lekker wakker worden. En wasje opvouwen. Welkom moment mijn tweede bakje koffie zetten en ik zit te kijken. Maar dan zie ik ineens een hele mooie regenboog. Kijk dan, ik weet niet of jullie kunnen zien hier zo. Wauw, hier is het wel wat helder te zien. En loopt helemaal door. En dan kan ik de rest niet meer zien. Regenboog, hoe loop je nou verder? Wacht, misschien als ik andere gordijn daar open gooi. Even kijken hoor. Even kijken, regenboog, waar loop je nou? Ja, en dan kan ik niet meer verder kijken. Maar hij is al ongelooflijk mooi. Dat is altijd als de zon schijnt en gaat regenen. Dan heb je altijd regenboog. Dus blijkbaar, dat kan je wel inderdaad wel zien dat de zon schijnt. Ik weet niet of jullie op die gebouw daar kunnen zien. Dus ik vind hem wel mooi. En toen was het 7:30, heb ik even wasje gesorteerd die daar liggen. De honden kunnen jou laten wassen, daarna kleren en dan ben ik klaar. En dan moet ik even nog een heel dingen doen, schoonmaken. Eigenlijk heb ik er geen zin in, want ik ben net klaar met werk, dus ik ga even lekker even bijkomen. Eerst even klaarmaken en dan ga ik heel even toevallig even lekker YouTube zitten kijken. En een paar uurtjes en daarna ga ik schoonmaken en laten we dat gelijk doen. Dus, eerst doe die vast naar beneden, want ik ga YouTube kijken en ik wil even gewoon een normaal beeld hebben. Vandaar dat ik even rolgordijn dicht doe. Dan kan ik gewoon normaal YouTube kijken ofzo. Net heb ik een bakje koffie neergezet. Dan ga ik lekker een bakje koffie drinken. I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you.
Dat is allemaal gebeurd en die hangen allemaal daar zo nu. En ik ben tussendoor een beetje spaghetti nog aan het maken. Waarom? Kijk, ik vond het niet genoeg. Er zit te veel vlees in, dus ik heb een beetje een paar bijgemaakt. Maar nu zit ik te kijken, ik denk dat het toch een beetje te veel is. Maar ja, waar zijn een paar, dat ga ik even proeven. Zou dit vast heet zijn. Oh, laat ik het even vallen ook nog. Echt heel slim van mij. Laat me heel even nog staan. Maar, tussentijd heb ik nog knalkorstjes, maar voor andere eten. Ga ik deze eten, wat hier staat, ga ik opwarmen. Dus laten we dat even doen. Lepeltje wel heftig uit. Dat leg ik even hier neer, die gaan we gebruiken voor eten. Dus dan gaan we even deze opwarmen. En dan een paar minuten in de magnetron. Zo, 3 minuutjes. En dan ga ik daar ook op nog even wachten. En dan dadelijk lekker eten. Net even lekker Don en Enzo zitten kijken op vlog op YouTube. En nu we wachten tot deeg klaar is. En dat macaroni die ook klaar is. Dus laten we even wachten. De eten is klaar en lekker nu met kaas eindelijk. Laatste keer heb ik geen kaas op gehad, maar nu weer wel. En daar ga ik nu heerlijk van genieten. En dan lekker YouTube bij kijken. En Gaia komt ook ineens erbij. Ja, die staart zagen jullie. Die zit hier nu voor onder mij. Hé Gaia, ruik je wat? Typisch Gaia. Ruik jij wat? Dan gaat hij heel braaf lopen zitten hoor. Hé Gaia? Tik. Maar dan ga ik nu even lekker eten. En dan YouTube nu bij kijken. Ik weet niet standaard. Ik wil altijd iets kijken, altijd naar YouTube of wat dan ook. Maar laten we snel eten, want voordat het eten koud is, heb ik geen zin in. Ik kom net even heerlijk onder de douche vandaan. Oh, wat was dat wel lekker. Ook net al lekker gegeten, eten is helemaal op. Maar, wat is Gaia trouwens ondeugend? Ik was ook even aan katijsje gegeten en er lag nog een beetje kaas die ik nou leeg op de taart aanrecht. Dan zat hij op te eten, die Gaia, een boef. Dat wist ik helemaal niet dat hij op de aanrecht lag, maar... Dus, ja... Ik heb het over jou, ja. Hey. En had ik daarna na eten had ik even kwark gepakt. En ineens voel ik gewoon dat er iemand om me springt. Deze jonge man. Jij bent nog een boef, Gaia. Hoe vaak moet ik dat nog tegen je zeggen, dat jij een boef bent? Ja, hey Gaia, ik heb net haar haren gewassen. Tenminste, gedoucht. Ja. En nu zit ik lekker muziek te luisteren. En, hé Gaia? Niet aan maar, hè? Nee. Maar ik zat lekker relaxed achter de computer ook. En lekker muziek te luisteren. Maar ik zit te denken. Ik heb eigenlijk die clip van Snelle nooit gezien. En ik wist helemaal totaal niet hoe het eerst ging. Maar daar ben ik laatst achtergekomen. Van het liedje Ik ben smor verliefd van Snelle wist ik, dacht nou, dat gaat gewoon over liefde. Nee, in principe gaat het niet alleen over liefde, maar het gaat erom dat al ben je smor verliefd eigenlijk, zo moet je het meer zien, en je gaat naar huis bijvoorbeeld, je gaat lekker door, dan pak je natuurlijk lekker de fiets, is de bedoeling dat je eigenlijk de telefoon niet pakt op de fiets. En dat is een heel mooi verhaal, vind ik. Ik zeg, ja, wat zit hij dan mooi neer eigenlijk? Laat je telefoon niet je hart breken, stond erbij. Dus laat je telefoon lekker gaan, al ben je aan het fietsen. Ik vind een mooie insteek voor Snelle, dus... Dat is ja, snel heel goed gedaan en ben ik nu lekker nog eens een andere manier kan luisteren. Ik verbaas me toch, wow. Ik had de clip en ik dacht, dat gaat alleen maar over liefde, liefde, liefde. Want ik vind het wel mooi om altijd te horen, liefde nummers. Of
gevoelens en nummers, om zo te zeggen. Ik ben het type van. Die dan daarna luistert. Verband van Marije Moed of... Papa, ik lijk steeds meer op jou. Vind ik ook ongelooflijk. Dat zijn de gevoelens en nummers. Ja, ik hou er wel van. Ganja zit in een gang. Wat hij niet mag. Hey, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Terug. Goed zo, Ganja. Dus, maar daar hou ik gewoon ongelooflijk. Ja, ik weet niet. Geef me kracht en... Nou, weet niet. Ik word er blij van, laten we zo zeggen. En door, ja, dat heb ik al algemeen. Ik word van muziek gewoon blij van. Verschillende nummers. Kijk, dit niet echt eigenlijk. Dit is niet mijn muzieksmaak, Sander. Maar iedereen heeft anders muzieksmaak. En laat even weten in de reactie wat jullie muzieksmaak is. En wat ik eigenlijk ook wil vragen is... Het is natuurlijk al een paar dagen geleden moederdag geweest. Voor mij is vandaag... Moederdag cadeautje binnengekomen bij mijn moeder. En toen heb ik een mok laten bezorgen met een foto van mij, Marlijn en Jan en mijn moeder erop laten opzetten. En ik heb toen vandaag mijn moeder gebeld en die was gewoon ongelooflijk sprakeloos. Die wist niet wat ze moest zeggen. Ik heb mijn moeder nooit zo gezien. Letterlijk nooit. Ik heb mijn moeder gewoon letterlijk nooit van mijn leven stil heb gekregen. Maar voor mij heb ik het dit keer ooit in mijn leven. De eerste keer dat ik. Ik schrok er echt gewoon letterlijk van eigenlijk. Ik weet niet, heb je dit dus ook al meegemaakt? En heb geef je iets? Ah, denk je, hoppakee. Simpel. Maar achteraf zie je de reacties van je ouders. En denk je, wow. Zijn ze zo blij mee voor dat? Maar wat mijn moeder ook zei is dat ze een super leuke verrassing vond. Ik had al gezegd van wat is je pascode? Toen had ze dat gegeven. Maar ik dacht, die gaat vast wel vragen van waar is je pascode dan voor? Niet eens gevraagd. Letterlijk niet gevraagd. Toen was ik toevallig ook aan Sanne bellen. Ik zeg zo, maar ze vraagt niet eens dan voor de, wat de reden van achter zit. Totaal niet. Wij lagen allebei gewoon letterlijk in de deuk dat ze dat niet deed. Maar toen dacht ik, de achteraf heb ik al gezegd wat de reden erachter zat. Dat er cadeautje aan kon komen. Dus, maar de reactie was ongelooflijk mooi. Sprakeloos. En heel erg blij. En... Ja, voor mij geslaagd ook. Als zij blij mee is, is voor mij ook geslaagd. Maar meestal douche ik nooit trouwens in de avond. Maar deze keer wel, omdat ik echt zin had. Ik had ineens koud. Dacht, weet je, ik ga het even douchen pakken. Maar dat betekent dat ik morgenochtend niet ga douchen, denk ik. Ja, ik weet niet. Iedereen doet het anders. Of ze gaan 's ochtends en 's avonds douchen. Je hebt heel verschillende mensen, 's ochtends en 's avonds. Of 's avonds alleen, of weer 's ochtends alleen. Ik ben eigenlijk meer 's ochtends. Ik weet niet waarom, maar het zit wel in me. Ja, ik weet niet. Dat is denk ik meegenomen uit mijn vaders tijd. Maar eigenlijk, als ik het meestal koud heb ook, ga ik altijd meestal bad. Nou, bad heb ik hier niet natuurlijk, maar mijn vader had wel een bad. Nou, dan ging ik elke avond, letterlijk elke avond erin. Ja, nu heb ik geen bad. En nu had ik echt koud. Heel af en toe pak je dan een douche. Als ik echt koud heb. Kijk, dit bedoel ik. Let op, moet je jullie zien. Ganja? Wat doe jij daar op die aanrecht? Hey! Jij weet het, hè? Jij weet het donders goed, hè? Altijd als ik aan kon klopen, loop je weg. Elke keer. Waar ben je nou? Zie je start? Nee, dat is zielig. Waar ben je? Ah ja. Waar ben je?
Kanja? Kanja, oh daar ben jij. Zit hier zo, kom eens. Kom eens op de bank. Kom eens. Kom eens op de bank. Kom maar. Kom maar. Hij wil gewoon niet, letterlijk niet op de bank. Kom maar. Moet ik even andere kant dan zitten? Kom maar. Kijk. Dan kom je wel, hè? Ja. Jij blij, je gaat niet meer op de aanrecht, hè? Dit heeft niet echt veel nut, denk ik. Eh? Maar dan ga ik hem even aandacht geven, denk ik wel, ja. Voordat ik ging douchen trouwens, heb ik even die rolgordijn helemaal daar zo, die rolgordijn even dicht gedaan. Dus wat ik ook nu ga doen is lekker slapen, morgen weer een dag, morgen vroeg op. Alleen ik zit te twijfelen of ik dan moet werken in de ochtend of niet. Maar ja, ik ga het morgen wel zien. In ieder geval, ik ga lekker slapen. Het is wel 11:30 geweest en ik ga nu lekker bed in. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je meteen abonneert. En tof reactie meteen achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Het is 3:30 geweest en ik ben nu al klaar met werken omdat... Ja, weinig vulling was vandaag. Zo weinig vulling dat ik al 3:30 klaar ben met werken. Een beetje zonnetje schijnt, maar niet helemaal perfect. En zoals jullie ook...